Ik weet niet altijd hoe ik me moet gedragen. Ik kom te laat op afspraken en denk toch elk jaar opnieuw dat ik zonder agenda kan. Ik word er ongemakkelijk van verliefd zijn. Ik geloof nog steeds dat iemand slecht over mij praat als ik een piep in mijn rechteroor heb. Ik droom s'avonds van beroemd zijn. Ik neem uitdrukkingen van anderen over en hoor mezelf dan praten. Ik heb geen geduld om een tv-serie te volgen. Soms lieg ik en dan geloof ik mijn eigen leugens. Ik verschoon mijn bed niet vaak genoeg. Ik ben melancholisch wanneer ik tijd over heb, maar weet ook dat dat een luxe probleem is. Ik woon in een studio. Dus ik had daar ooit eens allemaal buren op bezoek. En die gingen kijken wat voor werk ik dan deed. En dat is dus dan gedichten voordragen. Dus er waren mensen die zaten bij mij in mijn kamer. En ook wat mensen op mijn bed. En toen zei ik, ik verschoon mijn bed niet vaak genoeg. Toen was iedereen zo, oké, doe. Dat was, heb een blauwe maandag psychologie gestudeerd. En daar ben ik ook vrij vlot weer mee gestopt. Maar ik was toen 18 jaar en vond het allemaal heel spannend, want het was niet meer een kleine middelbare school. Dus mijn moeder die ging mee en die is toen op het terras van Café de Minnaar op mij gaan zitten wachten, gewoon de hele dag. En dat durfde ik heel lang niet te zeggen, maar dat is echt leuk. En dat vond ik lief en toen kreeg ik het verzoek om een gedicht te schrijven over de Hortusbuurt is dat. En toen dacht ik, nou we gaan het daarover hebben. We heffen het glas. Ik was 18, had mijn examen gehaald, besloot na de zomer psychologie te studeren. Op de eerste dag zat mijn moeder op het terras van Café de Minnaar op mij te wachten. Ze dronk ijskoude cassis terwijl ik op de foto werd gezet, gewogen en beklopt als een meloen om te zien of de scholier al rijp was. Aan het einde van de dag kwam ik goodiebag met pennen en folders in de hand bij de kroeg en ik kreeg er een glas bier van de barvrouw. Ze zei, dit wordt het eerste biertje van velen. Waarop mijn moeder halfslachtig glimlachte en haar glas cassis lief om met me te proosten. Daarvoor moest mijn moeder huilen. Dat is altijd goed hè, als je dat voor elkaar krijgt. Of het is gewoon zo slecht dat ze daarom moet huilen. Nee. Het volgende gedicht is ook een verzoekje van iemand die onderzoek deed naar moorden in de stad. En we kregen dus allemaal een moord toegewezen. En die van mij die was in 1991 gebeurd. Dat is ook het jaar waarin ik geboren ben, dus dat vond ik wel interessant. En dat was een stel en die zijn gewurgd in hun bed gevonden en hun creditcard was weg en verder niks. En op die creditcard er was €3000 van afgehaald en toen hebben ze dus die dader gevonden. €3000. €1500 pp, dat ben je dan dus blijkbaar waard. Dus ik dacht, nou, daar kan ik wel mee een gedicht over schrijven. Je hebt een hart als een bleek zeewier, een schubbige vis die zich verbergt in het zeewier van je ribben. Al vaker ging het snelle kloppen van glanzende auto's met zacht leren stoelen, de glimlach van een meisje dat zich vertaalt als, kom hier. Je stond eerder aan het bed van een ander, dook erin alsof je terugging in het water. Vaak was dat het begin van iets. Ditmaal was het een einde. Je denkt aan goud en aan vrouwen, wikkelt vingers om kelen, houdt je ogen dicht in een poging het water binnen te houden. Het allerergst, zeg je, is als iemand je ziet overstromen.